Dag dames en heren. Vandaag overheerst de bewolking. We zien het ook achter mij op de foto, gemaakt in Winterswijk. Een grijze wolkendeken waaruit ook af en toe een klein beetje regen viel. Vanaf grote hoogte kunnen we die bewolking ook heel duidelijk zien. Terwijl het boven de Britse eilanden is opgeklaard, ligt er juist over onze omgeving een veel dikker pakket met bewolking. Een front, een scheidingslijn tussen twee luchtsoorten. De luchtmassa boven de Britse eilanden is wat koeler dan de luchtmassa in ons land en ook verder ten oosten van ons. Want daar worden nog steeds temperaturen gemeten van 20 graden of meer. Die bewolking, als we het in beweging zetten, schuift heel langzaam van zuid naar noord, maar heeft ook een beetje een trekbeweging richting het oosten. En dat betekent dat de opklaringen nu nog op de Noordzee geleidelijk aan onze kant op gaan komen. Maar die scheiding tussen die twee luchtsoorten blijft voorlopig ook nog wel eventjes in onze buurt. Uit het meest dikke bewolking overigens, daar viel wat regen. Zo rond lunchtijd lag er een zone met buien over het westen van het land. En die schoof dus geleidelijk aan verder naar het oosten. Dus ook daar krijgen ze uiteindelijk nog met wat regen te maken. De computeranimaties laten dat ook mooi zien. Precies die band met bewolking en dus ook wat regen voor onze westkust of over het uiterste westen van het land, die krult vervolgens terug de oceaan op. En als daar een nieuw hoge drukgebied geleidelijk aan tot ontwikkeling komt boven Frankrijk en ook boven Duitsland tijdens dit weekend, dan wordt die bewolking weer naar het noorden geduwd en komt ons land terug in die warme lucht. De temperaturen gaan dit weekend verder omhoog, maar die scheidingslijn ligt wel heel dichtbij. Want af en toe in het noorden van het land kan dan toch een klein beetje regen vallen. In het zuiden blijft het droog, daar trekt vooral veel hoge bewolking overheen. Daar komt de zon over het algemeen wel goed doorheen. In het oosten van Nederland vandaag geen zonneschijn. Ik denk dat het daar een grotendeels bewolkte dag wordt. Met later dus ook nog even de buien die van west naar oost overtrekken. In het westen van het land, daar zal het achter die zone met buien later vanmiddag toch nog even gaan opklaren. Temperaturen 19 à 20 graden op de meeste plaatsen. Maar in het oosten, zuidoosten, voordat die buienzone komt, loopt de temperatuur misschien nog wel even op naar een zwoele 22 graden. Vanavond is het dan overal droog in Nederland. Het gaat meer en meer opklaren. En ook vannacht zijn er brede opklaringen, enkele mistbanken in het binnenland. En temperaturen dalend landinwaarts tot rond een graad of 10, vlak aan zee. Met natuurlijk een briesje vanaf zee, een westelijke windkracht 3, iets hogere temperatuur. Morgen, dan zien we dat de temperatuur in de middag zo tussen de 18 en de 20 graden uitkomt. Er is veel bewolking, zeker in het noorden van het land. Dus die zon die laat zich daar zeker niet de hele dag uitbundig zien. Er zijn echt momenten dat het wat teleurstellend is. In het zuiden van het land, daar krijgt die zon wat vaker de ruimte om te schijnen. Daar oogt het dus allemaal wat vriendelijker. Die tweedeling houden we ook zondag. Sterker nog, de tweedeling wordt zelfs nog wat groter. Want in het noorden van het land, daar overheerst echte bewolking. Kan zelfs een beetje regen vallen, niet de hele dag. Verder naar het zuiden, niet alleen droog, maar ook meer ruimte voor de zon. En die warme lucht met een aantrekkende zuidelijke wind, die weet zich wel over het hele land uit te spreiden. Dus onder de bewolking in het noorden is het ook zo'n 20 of 21 graden. Maar op het Vrijthof in Maastricht kan het zo'n 25 graden worden. En ook maandag is nog een warme dag. Van noord naar zuid 20 tot 25 graden. Met de zomerse temperaturen begin oktober in het zuiden van het land. Met wederom die mix tussen wolken en zonneschijn. Vanaf dinsdag dan komt toch weer die koele lucht vanaf de Britse eilanden onze kant op. Dat gaat gepaard met toch weer wat meer bewolking waaruit ook wat regen gaat vallen. En de temperaturen ja, die doen toch een klein stapje terug. Maar koud is het met zo'n 17 of 18 graden nog steeds niet.